Ongeveer 1000 militairen van het voormalige 1e Verkenningsregiment der 7 December Divisie zijn deze dagen naar de Prins Willem III-kazerne in Amersfoort gekomen om zich daar te laten registreren. Het merendeel hunner heeft in Indonesië gediend en is nog maar kort gedemobiliseerd. Deze opkomstoefening van één dag heeft ten doel de uit Indonesië teruggekeerde dienstplichtigen snel mobiliseerbaar te maken, zodat zij zo nodig binnen enkele uren paraat kunnen zijn. Ze krijgen allen een wapen en uniform en andere uitrustingstukken mee naar huis. Spoedig kon men op het kazerneterrein de mannen bezig zien met het vullen van de plunjezak. In de wereld van vandaag is het nodig dat de defensieve kracht der democratische landen zo hoog mogelijk wordt opgevoerd. Nederland, partner in het Noord-Atlantische Pact, heeft op zich genomen tot dit doel 3 divisies te vormen. Dat de legerleiding ertoe overgaat de wapens mee naar huis te geven, is een bewijs van het vertrouwen dat ze in de Nederlandse militairen stelt. De soldaten van buiten de stad werden per auto naar het station Amersfoort gebracht. De door de regering getroffen wijze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld als een bijdrage tot de handhaving van de door ons allen zo vurig begeerde vrede.